Een manimal is een wezen. Half dier, half mens. Maar in mijn gedacht is het niet een wezen dat fysiek is of zo. Het is geen weerwolf. Dat is ook een half dier, half mens of zoiets. Een manimal is meer iets... Het is vager. Het is een geest. Het is iets dat je niet... Je zou hem niet kunnen zien, maar je zou hem kunnen voelen. In het kader van het project van Triple Living stel ik ze mij voor als een soort huisgeesten. Dus je hebt een gebouw en dat gebouw heeft een ziel en de manimal is een vertegenwoordiging van die ziel. Dus het zijn geen mensen en het zijn geen dieren. Ze bestaan zelfs niet, maar het zijn vehikels voor bepaalde kwaliteiten.